Ik ga je laten tekenen. Dennis Groene, bezig aan een heel mooi seizoen. Bij ons staat Steven de Neef, tweede jaar op rij veiligheidscoördinator van de Gooikse Pijl. Een rol die hij vorig jaar een eerste keer vervulde en een koers die vorig jaar heel veilig verliep. En dat zal dit jaar niet anders zijn, vermoed ik. Hè? We hebben alles gedaan om het veilig te laten verlopen, dus ik hoop dat het zonder veel valpartijen gebeurt. Ja. Stralende weersomstandigheden, dat zou invloed kunnen hebben op het koersverloop. Wij verwachten straks een koers aan een heel hoog gemiddelde afgewerkt. Hè? Ja, normaal gezien dan is het altijd tussen de 44 en de 46 gemiddeld. Ik denk dat dat vandaag niet anders zal zijn. Het parcours is eigenlijk iets lastiger door de wijzigingen die we noodgedwongen moeten doorvoeren hebben. Maar ik denk dat het een snelle wedstrijd blijft. Ja. Jij zit vandaag ook in een iets wat neutrale rol. Ondanks het feit dat jouw ploeg hier ook aan de start staat. Hè? Ja, goed. Vandaag ben ik even in een andere rol aanwezig op de wedstrijd. Dus een beetje speciaal, maar oké, ja, ik zal wel langs de kant supporteren. Wat voor koers verwacht je? Want vorig jaar en ook de jaren voordien durft het hier nogal vaak eens op een massaspurt eindigen. Hè? Maar ik denk dat het vooral belangrijk is, ik denk dat er perfecte mogelijkheid is om weg te rijden, maar het moet de juiste samenstelling zijn. Als de goede renners wegrijden, dan kunnen ze echt wel verschil maken. En dat is vorig jaar gebeurd, ze hebben heel de dag gekoerst. En op het einde gaat er een groepje weg met goede renners die echt willen samenwerken. Natuurlijk, als er in een groepje die weg is, te veel renners zijn die speculeren op een sprint, die rijden voor een spurter, ja, dan wordt het gemakkelijk een massaspurt. Ja. Roy Jans is zo'n spurter, Tom van Asbroek is zo'n spurter. Staan er hier wel wat aan de start, hè? Ja, er zijn goede renners aanwezig, dus ik denk dat wij met Jans echt een rappe man bij hebben die echt wel kan winnen. We hebben ook leuke mannen aan de start, maar de mannen van Vlaanderen worden zeker te duchte tegenstanders. En qua parcours, qua lastigheidsgraad, op het eind van het seizoen kan deze koers tellen, want ook de kilometers, bijna 200, dat gaat in de kleden kruipen. Hè? Ja, we kiezen ervoor, oké, het is 200 kilometer, maar we kiezen er toch voor om niet de moeilijkheden gaan op te zoeken. In de streker kunnen we in principe bergjes genoeg zoeken die nog lastiger zijn. Het is gewoon een golf van het parcours waarop je kunt koersen en waarop je alle scenario's mogelijk zijn. Oké, ik wens jullie als organisatie een fantastische koers toe. Dankjewel. Je mag ze een applausje geven. Succes jongens. De mannen van Jurgen de Smet. En deze man gaan we toch een keertje feliciteren, want het profcontract is binnen. Ja, dat klopt. Ja, toch wel een seizoen vol en knal. Ja, dat klopt. Deze chef van Meidagen die bloemen krijgt van Lindsay en hij krijgt samen met zijn Lotto Benisol belofte ploegmakers een warm applaus. Lindsay mag die bij deze uitreiken en dan mag de Belgische belofte kampioen ook trakteren op een geweldig aanmoedigingsapplaus. Chef van Meidagen, dames en heren. Omringd door Amaury Capiot, door Jorne Carolus, door Maarten Kraags, door Frederik Friso, Xandro Murisse en door Ruben Pols. Dat zijn ze allemaal, alle zeven. You won it last year. What will you do this year? Win. Again? Yeah, we do the best to win this year as well. We have seen that Norway is doing it very good at the World Championships. You can do at least, worse than that, you have to win it. Yeah, we have to win now. We see like in the World Championships now that Norway is now a strong nationality in cycling. Uh-huh. And we will do our best to show that today. These weather conditions, is that something for you? Those sunny conditions? We prefer rain and cold weather. We are Vikings. So in Norway it's pretty cold, but for this it's okay. It's nice. And what about your cycling future for next year? Is there professional contracts in sight or not yet? I haven't signed anything yet, so I will see what's happened. Perhaps after the day, after you win of today. Yeah, if I win today, it's a good possibility. Voilà, laat zien dat het klinkt. We maken een laatste aanmoedigingsapplaus, dames en heren. De renners zetten zich in beweging. 177 renners.
was hier. En de kopgroep of de koplopers zijn nu beschermd door de neutrale wagen 1 van Mavic. Dank. En iemand van Verandas Willems. Team Joker en Verandas Willems. Ludwig de Winter, color code.
colorcode Biolans 93 naar Nederland 3. Jarno Gmelich, Metic TKH Continental 10. 98 naar Nederland 8. Stef Kuhl, Eres Metic 113, Le Saint Gerze, Tom Vermeer, Cycling Team Jopios. 120, Le Saint Vent, Huub Duin, Cycling Team De Rijke. 128, Le Saint Vent, Huub Piotr Havik. En 131, Le Saint Gauthier, Bertian Lindeman, Rabobank Development Team. Het zag er lange tijd naar uit dat hij een gooi zou kunnen doen na de zege. Dat is niet gelukt, want hij werd geremonteerd. Ik denk zowel links als rechts kwamen zijn voorbijsneller. Dus we gaan straks wel eventjes ons oor te luisteren leggen bij de wedstrijdcommissarissen. De mensen van de fotofinish, de mensen van Oost-Vlaanderen. Freddy Donny is nog altijd aan het filmen. We gaan daar wel horen wie tweede en derde is geworden. Maar Roy Jans, daar bestaat geen twijfel over. Roy Jans voor Wanty Groep Cobert is in de massaspurt laureaat geworden. Hij wint vandaag. Na afloop van een heel snel verleden 11e editie komt de grootste pijl. En we hebben zelfs heel goed nieuws, want we hebben net gezien dat op de UCI-kalender de grootste pijl 2015 al wordt aangekondigd. Op 27 september volgend jaar opnieuw afspraak in Goik. En ik zie dat de burgemeester daar meteen breed bij glimlacht. Dames en heren, een laatste applaus voor de top 3 van vandaag. Laurens de Vreese, Tom Raadsbroek, Rijnlands. Wat is dat dan? Oké, okay, Roy Jans, ja, je wint hier de sprint. Machtig eigenlijk. Hè? Vertel eens, hoe is die verloop? Ja, de sprint op zich was eigenlijk niet ideaal verlopen, vond ik zelf. Want ik zat in het wiel van de Vreese en je raakte zo wat ingesloten. En toen heb ik helemaal de andere kant genomen. En toch nog tijd genoeg gehad om iedereen goed te passeren. En ik denk dat ik op de streep wel voldoende voor had voor gerust mijn handen in de lucht te steken. Sinds het Belgisch kampioenschap weet iedereen dat jij ook een echt snelle man bent. Ja, juist dat het de laatste weken iets minder gaat, naar mijn gevoel, zal ik maar zeggen. Maar ja, het kan toch winnen, dus dat doet toch plezier. Ja, wat doet dat met jou hier, de Goikse pijl winnen? Hoe belangrijk vind je dat? Ja, een koers winnen is altijd mooi. Het is een 1.2 wedstrijd en hopen dat ik binnenkort ook nog een 1.1 kan winnen, dat ik toch wat bevestig. Ja, dat is belangrijk voor jou om later echt door te breken. Ja, zeker. Ik heb nu nog 2 jaar bijgetekend bij de ploeg voor nog sterker te worden en nog wat te ontwikkelen.
En ook mijn eigen kansen te gaan in de sprint en ja, om gewoon sterker te worden. Ben je vooral echt een sprinter? Ja, die arrivees zoals vandaag, dat ligt mij wel. Als je op de markt omhoog rijden, dan kan dat wel vrij goed, vind ik zelf. Dus, Wat zijn jouw ambities nu? Het seizoen zit erop, naar volgend jaar? Ja, het seizoen zit er nog niet op. Ik heb nog redelijk wat wedstrijden voor de boeg. En daar zou ik toch nog graag één van willen winnen. Dus, het is ook hoger niveau dan hier. En dat zegt natuurlijk nog veel meer. En dan volgend jaar een goede winter maken. En dan toch bevestigen wat ik kan. En hier en daar een koers proberen te winnen. Wat vond je van het parcours hier in Gooi? Want het is veel smalle baantjes, kronkelen. Ja, de smalle baantjes vielen nog wel mee. Maar het was redelijk veel op en af. En, het was geen makkelijke wedstrijd om te rijden. We hebben heel hard gereden vandaag, dus het was helemaal geen makkelijke wedstrijd. Je klopt hier onder meer Tom van Asbroek, ook Laurens de Vreese, ja, ook geen trage jongen. Ja, maar Tom van Asbroek zat ook al de hele dag mee in de ontsnapping. Dus ik heb ook wel een paar keer mee in de ontsnapping gezeten, maar niet de juiste. En ik dacht dat die ontsnapping toch wel vooruit ging blijven waar het Tom dan in zat. En ook Bjorn Leukemans hadden we mee en Frederik Robert. Dus we waren toch wel goed vertegenwoordigd vandaag. En jouw ploeg heeft onder meer het peloton dan teruggebracht? Nee, omdat we Leukemans van voor hadden en Frederik Robert hebben wij ons eigenlijk heel rustig gehouden. En andere ploegen het werk laten doen, zodat wij op het einde ook nog, als ze een sprint zou worden, nog een paar mannen vooruit hadden voor mij. Dank u wel, proficiat. Dank u.